Dat is waar we voor gaan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go ahead, Nick. Rustig, Nick. Rustig. Daar is, yes. Hij doet het goed. Voetbal, wij zitten er ook bij. En nu moet hij getriggerd worden. Gaat hij lopen of gaat hij niet lopen? Dat is waar we op zitten te wachten. En hij gaat lopen. Dat betekent dat we onderweg zijn en dus al het eerste obstakel hebben weten te omzeilen. En dan gaan we de uitdrukkingen, want dat is het thema Expressions for Millions, gaan we de uitdrukkingen bij langs. En we zullen waar Linde Mol en Nick Carter trots nog even gaan kijken om wat er in het begin allemaal gelukkig goed ging. Het vervolg is de eerste uitdrukking die we tegen zullen komen. En die luidt: men moet het ijzer smeden als het heet is. Want daar loopt hij nog steeds. En we zullen ook een nieuwe techniek zo dadelijk gaan bekijken. Een techniek waarbij hamers de hoofdrol spelen. En die hamers die zullen metalen plaatjes aantikken die als vlakstarters zullen worden gebruikt. En dat gaat daar gebeuren. De eerste hamers moeten de tik geven. Dat gaat goed. En zo wordt dus de uitdrukking: men moet het ijzer smeden als het heet is, uitgebeeld. Meer dan 55.000 stenen staan er en die moeten allemaal liggen komen. En dat allemaal wat het thema van dit jaar dus is: uitdrukkingen voor miljoenen. We zullen de komende tijd enkele typische Nederlandse spreekwoorden en gezegden tegenkomen, maar ook een groot aantal buitenlandse uitdrukkingen. Leo, Robin had hier al een hard hoofd in, hè? Ja. Maar ze zijn voorlopig allemaal gevallen, die hamers. Een goed begin is het halve werk. Daar komt de tweede helft van de hamers. En voorlopig gaat het van een leien dakje. En dat blijft inderdaad raar dat je hier weken hebt gebouwd en geen vallend domino steentje wilde horen. En nu moeten ze allemaal ratelen. En voorlopig is er nog geen eentje blijven staan, werkelijk waar. 55.000 stenen zijn om. Ze zijn allemaal om. En dan gaan we naar de volgende vertaling. Hier nogmaals goed in beeld gebracht. De techniek waarbij het hamertje tikt en de stenen vallen. Dan komen we bij een volgend spreekwoord uit, een Frans spreekwoord. En de letterlijke vertaling daarvan is: men moet het water putten als het touw in de put hangt. En ook bij dit project zien we een nieuwe techniek waar de emmer zo dadelijk de steentjes naar buiten zal wegdrukken. Het is ook een belangrijk project waar voorlopig ook alles goed gaat. Want niet alleen is het project 9 meter lang, daar zien we die techniek. Maar ook bijna 50.000 steentjes worden hier omver geduwd. En dat is een bijna een trotse papa, ja, kunnen we zeggen. Die Robin. Twee projecten hebben we gehad. Nou ja, drie met de start. En alles loopt goed. En dan het volgende. We gaan de boot in met z'n allen. En al te veel wind moet je hier natuurlijk niet in de zeilen hebben. Want dan blaas je meteen in één keer dit hele verhaaltje uit. Maar het is wel wat er hier wordt uitgebeeld. De hoogste mast, die we zo zullen zien, is, om u een beeld te geven, 3,5 meter lang. En meer dan 60.000 steentjes moeten hier het ruime sop gaan kiezen. En voorlopig kunnen we toch wel spreken van een droomstart van Domino Day 2002. En ook hier vallen ze. Hey, de Olympia-lijn. Prachtig. De zeilen ook. Voor alles gelukt. En dit bootje heeft, zoals tot nu toe, heel Domino Day 2002, de wind volledig in de zeilen.
Chaos and Order. En bij het volgende project zullen drie velden omvallen waarbij twee koningen elkaar bevechten om één koninkrijk. In Nederland kennen wij de uitdrukkingen twee koningen in één koninkrijk gaan niet goed samen niet. Maar ook wij weten dat twee kapiteins op één schip niet kan. Hans met Robin Paul. Robin Paul, ik heb twee kinderen en jij hebt 4 miljoen kinderen volgens mij. Nou, dit gaat geweldig. Als ze allemaal mee willen werken, zoals dit, dan een geweldig begin, zeg. Dit is de droomstart? Dit is de droomstart, absoluut. Ja, daarom heb jij geslapen natuurlijk. Wat gaan we op het veld van de Kings zien? Hier gaat het over twee koningen die in één koninkrijk niet zo goed met elkaar gaan. En die hier zelfs ruzie krijgen. En dat zie je hier in de laatste plaats. Die komt er nu aan. We gaan genieten van jouw vak en jouw kinderen, Kings. Dankjewel. Het is ook voor de totaalscore een zeer belangrijk veld. Met meer dan 110.000 stenen. En ook hier valt alles zoals het moet vallen. Kijken of het kaartenhuis dan ook nog wil meewerken. Om het op te bouwen ging het zo vaak mis. En hier gaat het ook goed. Daar stokt het even, maar dan duwen de kaarten de stenen weer omver. Die worden dan iets te zwaar voor de steentjes daaronder. Het gaat echt heel erg goed. En zo pessimistisch als sommigen waren, ik wil geen naam noemen, zo lekker is het begin tot nu toe. Want alles valt prachtig waar het moet vallen. En dan gaan we langzaam maar zeker over naar een Duitse uitdrukking. Viele Schlüssel verderben das Schloss. En ook dit jaar waren er weer heel veel Duitse bouwers actief. Ze tekenden bijvoorbeeld voor projecten die we later tegenkomen als de piramide en de Icarus. En dit is een klein, maar zeer fijn veld. Bijna 30.000 stenen. Prachtig dit, hè? Sleutels die dan die steentjes uiteindelijk... Ja, ook hier gaat het goed. Nee, ik had het niet verwacht. Dat geef ik eerlijk toe. Terwijl wij nog even kijken naar die techniek van die sleutel. Die dus vanuit het midden alle steentjes naar buiten laat klappen. En ons op gaan maken voor het volgende project. Dat heet Cox. Het is ook een beetje zo'n chaos en orde project. Terwijl we kijken naar een kleine compilatie. Dit was natuurlijk prachtig. Ik vraag me nog steeds af hoe dat precies in elkaar heeft gestoken. Het is ons wel uitgelegd, maar het is heel moeilijk. Hier het kaartenhuis. En let ook op dat scherm om te voorkomen dat de aorta... Ja, daar is die. Die loopt ook weer op Domino 2002. Dat die wordt aangestoten op momenten dat niet moet. We zien visjes, worteltjes, peper, zout, kip, tomaten en allemaal om te bewijzen dat vele koks de brei bederven. Je moet niet met te veel mensen aan een project werken, want dan gaat het vaak fout. Domino Day 2002 is nog helemaal niet in de soep gedraaid. Dit project gaat ook niet in de soep. De ingrediënten en de koks zometeen wel. Dat is hun straf voor met z'n zessen aan één lullig soepje te werken. Het is de kip. Er rest nog de tomaten. Eens kijken of die koks in die soep willen vallen. Met de klaphekjes naar boven, daar het mechaniekje. Ja, prachtig. Prachtig gedaan. Die ook. En de laatste alsjeblieft ook. Geweldig. Geweldig. Het volgende bange moment, terwijl Robin Paul natuurlijk bijzonder blij is, is de u wel bekende pendel. Om aan te geven dat we even gaan uitrusten, even gaan onderbreken, ook nog even naar Ter Apel kunnen gaan. We zitten op het schema, dat wil zeggen 374.210 steentjes moeten het nu zijn. Ik heb er heel weinig zien blijven staan. Daar zitten we dus heel erg dichtbij, maar we zijn nog bijzonder ver verwijderd van het wereldrecord, laat staan, van die 4 miljoen. Voorlopig gaat het briljant. De pendel gaat lopen. Over enkele minuten zal de pendel het steentje aanstoten. Wij zijn zo terug. Die vallende steentjes, dat rikketik. Ik heb wel wat gerikkeld. Wat een lekker geluidje, ja, hè, dat rikketik. Heerlijk, ja, heerlijk. Hey, met iedere rikketik word je maar rijker, hè? Ja, hij moet doorregelen, hè. Ja. Nog even voor het gevoel, hè. Rikketik. Ja, rikketik. Fantastisch.
Goed, de stenen gaan weer vallen in Leeuwarden. Dus we gaan snel kijken naar het vestigen van hopelijk een wereldrecord vanavond met de domino stenen. Wat een timing van die Martijn Krabbé. Prachtig gedaan. Precies op het juiste moment dat de pendel na exact 7,5 minuut bij u weg te zijn geweest uit dit veld. Terug is voor Lustrum, een ode aan Leeuwarden, de historische plek waar we precies 5 jaar geleden ook waren. In hetzelfde vak hier in Leeuwarden. Toen bestond Friesland 500 jaar. Veld en verleden komen dus hier bij elkaar. Friesland staat bekend om zijn watersport met als historische topper natuurlijk het scoetjesieden. De race tussen platbodems waarmee vroeger de handelsvaart werd bedreven. Dit zal wel het Leeuwarder scoetjesien zometeen, want die won het traditionele sieden dit jaar. De videobanden refereren aan het in beeld brengen van dit evenement. Dat is ook weer prachtig bedacht. Dit is dus 5 jaar geleden ons Lustrum van Domino Day, waarvoor iedereen van harte gefeliciteerd wordt. Snel door naar ridders, naar looks en likes. Het spreekwoord wat hierbij hoort, dat luidt tout ne sont pas des chevaliers qui à cheval montent. Het zijn niet alleen maar ridders die te paard gaan. Dat zullen we zien, want ook de politie rijdt wel eens op een paard. Sinterklaas, een polospeler. In het Nederland zeggen we altijd, het zijn niet allen koks die lange messen dragen. Maar ja, koks hebben we dus al gehad. Dit is een live slow motion, zoals u ziet. Dus om het beter in beeld te kunnen brengen voor u. Hele lage camera, vlak over dat project heen. Dat moest ook geoefend worden. Ontzettend gevaarlijk om dat te repeteren. En het gaat bijzonder goed. Al die functionarissen die op paarden rijden, niet alleen ridders dus. Nou, het zou zomaar eens kunnen zijn dat we revanche gaan nemen voor die 5 jaar geleden, toen het hier in Leeuwarden een falikant misging. Als de paard, als de geit een baardje zou hebben, dan zou die kunnen preken. Oeh, heb ik te vroeg gepraat? Nee, want we hebben nog een andere projectlijn. Dit zijn portretten van filosofen en andere historische figuren die een baardje hebben. En zich daar verenigd zien in het geitje. Maar de historische figuren die hadden natuurlijk wel wat te melden. Het gaat niet om dat paardje, het gaat om de hersens. Ze gaan allemaal om. Ook Hendrik Weijers zit hierbij. De overgrootvader van, jawel, Robin Paul Weijers. En uiteindelijk zien we daar in het midden het geitje zitten. Oftewel, dokter Anders Geitema. We zijn nog niet klaar. Pavlov moet nog vallen. Roelofs. Sigmund Freud, die zou zijn portret ook nog moeten laten zien in deze fraaie boekenkast. Daar gaat dokter Anders Geitema. Ja, dan is er dus toch wat blijven staan. Terwijl wij kijken naar de 90 graden zetting op de hoekjes. Die dus gevaarlijk waren. En die hier, laten we zeggen, hun minder gelukkige werk hebben moeten doen. Maar het was heel weinig wat we gemist hebben. Dan met veel hoorngeschal en een loftrompet kondig ik u het volgende project aan. Het is een schitterend, maar ook zeer secuur project. Want om een mooi plaatje te maken, moeten de stenen strak tegen elkaar aanvallen. En als dat gebeurt, dan vallen er in totaal 9 vlakken. Met een totaal van meer dan 50.000 stenen. Die de Duitse uitdrukking, er sind nicht alle Jäger, die das Horn gut blasen, uitbeelden. En Robert Paul Weijers, eerlijk gezegd, had er een hard hoofd in. Dan gaat dit lukken, want dit is allemaal met de hand gezet. En dan valt dit prachtig. Want ze liggen echt aan elkaar om dat plaatje vol te maken. En dan kan Robert Paul Weijers enorm trots zijn op de mensen die hier steentje voor steentje de zaak neer hebben gezet. En ook dit valt heel erg mooi. Okay. Want er loopt nog genoeg om nog meer te scoren. Heel af en toe ziet u er eentje blijven opstaan. Maar dat heeft te maken dat alles handgezet is. Ja, daar kan er wel eens een millimeter naast zitten. Want zo secuur was dit veld. En zo wordt de hoorn geblazen. En zo kunnen we ook van dit project zeggen, kijk, hier ziet u hoe secuur dat neergezet moet worden. En ook hier kunnen we wel zeggen dat het goed gaat. Dan gaan we even naar de werkvloer, even naar Hans Kraaij junior.
Annemarie, helemaal in trance. Ik mag je bijna niet storen. Er gaat vrij voortvarend, maar 90% moet om, hè? Dus er kan er van alles mis. Ja, het kan, maar het gaat helemaal goed komen. We gaan nu naar een super project, Headrest. Het is echt een gaaf project. Oh, daar gaat ie. Nou, dan gaan wij van jouw project genieten. Headrest, een super project, hè? Ja, echt een super project. Ja, heel gaaf. Bijna allemaal handzetting. Geniet ervan. Ja, doe ik. Dank je. De officiële Spaanse uitdrukking hier luidt Gran Tocado y Poco Recado. Iets wat wij ongeveer kennen als veel geschreeuw, maar weinig wol. En laten we hopen dat we veel kunnen schreeuwen. En dan het liefst schreeuwen van geluk. Omdat hier meer dan 100.000 steentjes staan die allemaal om moeten. En we zien ook hier in slow motion hoe ze vallen. En ze vallen allemaal. Want onder de bijgelovigen onder u, ik moet u zeggen, dit is het 13e project. Maar enige tegenslag, waar we Spaanse klanken horen om dit te begeleiden, enige tegenslag ondervinden we ook hier niet. De oorbel. En dan valt die kogel daar doorheen. Een prachtig uitgedachte techniek. En ook hier laat onze techniek niet in de steek. Af en toe blijft er een waaiertje staan. Maar het grote gros van de 100.000 stenen die hier stonden opgesteld, het grote gros is gevallen. En hier zien we dat het balletje wordt gelanceerd. Dat vindt zich daar een weg in de trechter. Valt dan door het gaatje en zorgt ervoor dat daar het veld valt. Dan gaan we verder naar een Duitse uitdrukking. Die luidt grote parade, zehn soldaten. Ofwel, het lijkt heel wat, maar het is eigenlijk niet veel. Dit is een veld met slechts iets meer dan 20.000 stenen. Maar het is wel een heel mooi veld. Super, ja, is de reactie van die kant. Volgens mij volgen ze niet de begrote projectlijn nu, maar ze wachten ze op de rapporten. Hier is hij gelukkig. En die is al daar, want het is een echte parade. Dus veel tromgeroffel en veel vlaggengezwaai. Dus het lijkt heel wat, maar nogmaals, slechts 10 soldaten telt het garnizoen. En u mag zo dadelijk rustig met meetellen. Als ik u 10 soldaten beloof, dan zal onder de waaier zo dadelijk het aantal verschijnen. 10 soldaten zijn het, want ook hier valt alles zoals het zou moeten vallen. Hier weer de techniek waarbij de vlaggetjes worden gezwaaid. En tot nu toe, dat moeten we blijven zeggen, gaan we gestaag naar een nieuw wereldrecord toe, hoewel er nog hele penibele situaties volgen. Van buiten mooi, van binnen lelijk, wordt uitgedeeld door 5 kikkers. Zo in totale harmonie met de natuur hebben ze best iets lieflijks. Maar sommige van deze beestjes kunnen zich bij enige tegenslag heel goed ontpoppen als ware gifkikkers. En die gifkikkers die kunnen af en toe dodelijk uit de hoek komen. Deze kikkers vertegenwoordigen een waarde van bijna 30.000 stenen. De billetjes gaan steeds het eerste. Ja, en zo worden er wel hele platte kikkerbilletjes geserveerd. En dit dan de opperkikker.
En een opkikker hebben we hier al vandaag een aantal keer gehad. En de opperkikker blijft inderdaad hier de grootste gifkikker van allemaal. Maar ook hier kunnen wij een mooi vinkje bij zetten van een project dat goed is gevallen. En het volgende project verdient duidelijk een pluim. Want hier zien we een techniek waarbij een veer een hele belangrijke rol speelt. De veer die werd in ver vervlogen tijden als pen gebruikt. Daar hebben we tegenwoordig wat betere hulpmiddelen voor. Maar vroeger dus de pen. En er werd zo af en toe wel eens geknoeid. En dat kan natuurlijk de beste overkomen. En daar moeten we Shakespeare toch wel toe rekenen. Onsterfelijke woorden als to be or not to be, that's the question, vallen hier. En het vervolg van Shakespeare's werk zal ook gaan vallen. Bijna 40.000 stenen ontvouwen dit lyrische hoogtepunt. En bij het vallen daarvan mogen wij en ook hij best behoorlijk lyrisch worden. En ook weer een prachtige techniek met de rode biljartballetjes. Ze zijn wat kleiner. Leerzaam bovendien, wat wist jij hoe het verder ging met to be or not to be? Dan kan ik wel heel wijs doen en zeggen van, ja dat wist ik wel Koer. Is gewoon niet waar. Precies. Jij? Nee, ik ook niet. Samenvatting heb ik gelezen. Hier zijn twee zinnetjes. Yes, coming out. Ja, daar gaat ie. Een klein beetje ontevredenheid daar. Ja. Dat met die veer, dat gebeurt niet. Die blijft in de inktpot. En die had een weg moeten afleggen om de inktvlek daar duidelijk te maken. Maar u hoort op de achtergrond, en ik ben blij dat ik hem weer uit de kast mag halen. De aorta loopt nog. Want dat vlekje, laten we eerlijk zijn, we kunnen wat leien. Het is maar een vlekje op die 4 miljoen die we nodig hebben. We gaan breien. De beste breister laat wel eens een steek vallen. Dit is een kooltrui. Het is een beetje moeilijk te herkennen, maar een prachtige manier van vallen van die steentjes. Met die middenvlakstartertjes daar, die een patroon zichtbaar maken. En dan dat kolommetje wat u ziet met die breinaalden, dat is de kool van de kooltrui. En dat moet ook allemaal gaan vallen. Er moet ook iets met de naalden gaan gebeuren als alles goed gaat. Gelukkig lukt dat prima. Heerlijk. Dan kunnen we nog eventjes doorbreien op dit succes. Aan beide zijden van de trui, van de kooltrui, vallen de vlakken nu. En hier de verantwoordelijke bouwers voor dit project, die natuurlijk extra blij zijn. Iedereen is blij, maar als je het zelf gemaakt hebt, als je er zelf 2 maanden aan hebt gezeten, als je zelf bang voor bent geweest dat het eerder zou vallen, ja, dan is het bijna niet te beschrijven wat je dan voelt als alles gaat zoals je dat wilde. We gaan een grote sprong maken in het veld. Dit is iets heel bijzonders. De kruisboog. Geloof het of niet, maar deze steentjes zijn onderweg naar mechaniekjes die een kruisboog moeten gaan laten afschieten. En ik denk, als dit lukt, want ze moeten ook raak zijn natuurlijk. De beste schutter kan ook missen en daar zit hem net de angel. De eerste twee, daar zit niet het risico. Nummer 3, dat is de grote, die gaat goed. Niet in de roos weliswaar, maar dat is ook zo niet uitgemeten. De laatste pijl, dames en heren, op het middelste bord zometeen. Die moet iets gaan doen met de vervolgsteentjes. Dus ook dit schot, wat een briljant schot is en bijna in de roos is, is niet vitaal voor de poging. Maar het volgende schot wel. En het lukt. Briljant gedaan. Prachtig gebouwd. Mooi ook dat de boogmechaniek wat hierin zat van die laatste boog. Dit dus. Prachtig. En
dit was zo begroot en het lukt. En het zijn allemaal van die punten die Robin Paul heeft ingebouwd. Die in voorgaande jaren fout zijn gegaan. En waar hij nu revanche voor wil nemen. Op zichzelf, niet op de Chinezen en de Japanners. Want dat hoeft niet, dat kan niet. Hij wil revanche nemen op dingen die in het verleden fout zijn gegaan. En hij wil een rookgordijn optrekken. Gaat hij proberen hier met een weerman. In het Duits heet het einem blauwe nebel voormachen. Daarom is er een plaatje gemaakt met een heel bijzondere techniek. De steentjes worden op dat witte vlak, wat u zag, dit vlak, onderuit gehaald. Het is de, zoals jij het noemde, Leo, de Hanskraaij junior techniek. Dat je dus ja, mensen of steentjes onderuit haalt. En het lukt op dit gladde vlak niet allemaal. Dat was begroot door Robin Paul Weijers. En nu denkt u, het wordt 3 graden en het gaat regenen. Maar de weerman blijkt het fout te hebben als wij het door een blauwe nevel zo meteen gaan zien. Want die blauwe nevel, die filtert de waarheid als het ware weg. Ei, niet helemaal dat today, dat valt. Die blauwe nevel, die filtert de waarheid als het goed gaat allemaal weg. Hier gaan we kijken of het klopt. En als dan die blauwe tekst weg is, dan zien we ineens iets anders. Is dat zo? Hoeveel graden wordt het? Kom maar, laat ons maar lezen. Kunnen we het lezen? Ik zie een zon. En ik zou 30 graden moeten zien. Nou, dat kan niet omdat niet alle steentjes zijn gevallen. Misschien dat we dan de maan kunnen laten zien. 41.697 steentjes, ook vitaal. De Fransen zeggen, als je iemand wil foppen, dan laat je hem overdag de maan zien. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Rond 12 uur 's middags is het onmogelijk. Dus dan weet je dat het bedrog is. De zonnewijzer moet omhoog komen, ondanks het feit dat het om 12 uur is. De maan doet hier zijn werk. Alle steentjes gaan mee, zo te zien. Ik kan helaas op deze maanwijzer niet zien hoe laat het is. En nu komt de maan inderdaad op. Ja, kijk. Als dan zoiets weer wel lukt, dan ben je er toch. Zeker als je het er zelf aan gebouwd hebt. Nou, niet alles is gevallen. Dat is, betekent dat we er rond de 930 à 40.000 steentjes zitten. Dat is een schatting. En we hebben natuurlijk altijd nog die aorta. Terwijl we kijken naar een herhaling van het maanproject. En hier bezorgde powers zien, want waar ben je, aorta? We horen je nog lopen. Het gaat richting iemand een rat voor de ogen draaien, het kleinste project. Maar haalt de aorta dat project, want het is dus gestopt bij de maan. De ogen moeten zo gaan vallen, het rat moet daardoor in beweging komen. Ik hoor geen prettige geluiden. Ik hoor wel prettige geluiden. Maar het rat gaat inderdaad. Wat dat betreft is het geluk dus met ons. Hopelijk is het een rat van fortuin en niet een rat om iemand mee voor de ogen te draaien. Maar kijk eens naar de kaleidoscoop naar binnen. Prachtig, die steentjes. Briljant. Doet een beetje denken aan het treinproject van vorig jaar. Even nog kijken naar de vallende steentjes van de ogen en een herhaling van die prachtige kaleidoscoop. Ook hier trouwens zien we dus een bewijs van dat we alle projecten wel hebben zien vallen, maar nog niet allemaal helemaal. Ja, we moeten op zoek naar de aorta. Als er dan één ding fout gaat, dat is natuurlijk de domino-theorie, hè? Tjonge, jonge, jonge. Waar loop je, aorta? En welke projecten ga je als eerste aanstoten? We hebben hem dankzij het werk van onze cameracollega's te pakken. En het gaat weer goed. De projectlijn is weer aangestoten. Mens en zorg. Komt dat zien. Spanning en sensatie. Je hoort de spreekstalmeester van het circus roepen. Het toegestroomde publiek haalt de adem in. Want deze trapeze-acrobaat lijkt zijn duizelingwekkende sprongen uit te voeren zonder vangnet. Maar schijnbedriegt onder het motto voorkomen is beter dan genezen.
verschijnt alsnog het vangnet. Zekerheid gaat voor alles, ook bij deze recordpoging. Want is er dat vangnet? Jawel, dat vangnet is er. En zo hebben we toch op het einde nog even een paar hachelijke momenten moeten doorstaan. Maar we zijn toch daar gekomen waar we moesten komen. Alle projecten die we tot nu toe hebben moeten zien vallen, zijn gevallen. En dat betekent dat we met z'n allen wel even een adempauzetje kunnen gebruiken. Want ja, dat was toch een paar keer flink spannend. Ze komen voor de tweede keer vanavond bij de Pendel. En dat geeft nogmaals ons de gelegenheid om even uit te blazen. Dankjewel, mannen. En hoe zit de stemming erin hier? Dat gaat heel aardig. Gaat heel aardig. Gaat heel aardig. Ja, het gaat prima met het record. Jullie hebben het zitten kijken. Lekker geluid, hè? Dat rikketikketik. En je wordt maar rijker. Ga allemaal door. Wat ga je doen met dat geld? Heb je iets bedacht al? Ja, het liefst zou ik een koeien gaan kopen. Oké. Okay. Koeien. Wat moet je daar nou mee? We zien daar de pendule draaien en die gaat zometeen het steentje weer aantikken. Heel bijzonder veld komt er nu. We zien een wereldbol zo direct met bankbiljetten die daar naartoe gaat. Symbolisch voor de vele goede doelen van de Nationale Postcode Loterij en het vele geld dat daar naartoe gaat. Maar liefst 60% van opbrengst gaat naar het goede doel bij de Nationale Postcode Loterij. En dat zijn maar liefst 41 beneficenten over de hele wereld. Terug naar Leeuwarden, want daar zijn de stenen weer aan het vallen. Dankjewel, Martijn. Inderdaad, de stenen zijn weer aan het vallen. En hoewel er af en toe nog een strijdbare soldaat is blijven staan, zijn we toch redelijk gunstig en goed op weg naar het volgende project dat door Martijn al is aangekondigd. Spannende blikken, want deze mensen hebben dit veld neergezet. Sinds haar oprichting 12,5 jaar geleden heeft de Nationale Postcode Loterij ruim 1,2 miljard euro aan goede doelen kunnen uitkeren. En de bankbiljetten die u ziet symboliseren het geld waarmee de Postcode Loterij 41 goede doelen ondersteunt. Deze goede doelen spannen zich in op het gebied van mens, natuur en milieu. En samen werken zij aan een betere wereld om dromen en kansen te realiseren. Hemelveld. Prachtig gedaan. En ook voor dit veld geldt, ze gaan lekker er even bij liggen. En dat met veel applaus en wapengekletter. Hoor Paul Weijers die erbij blijft lopen. Want wapengekletter zullen we nu niet horen, want het bij het volgende project horen we, als het goed is, de steentjes juist niet vallen, omdat ze op een bed neerkomen van schapenwol. En dat gaan ze best goed af, want die worden hier geknipt en geschoren, de schapen. En hier wordt de Duitse uitdrukking man halt das Schaf der Wolle wegen uitgedrukt. Ja. Maar dan moet je één fout niet maken, Koert. Je mag man halt das Schaf der Wolle wegen niet vertalen met je moet niet iedereen over één lam scheren. Maar ook voor dit project geldt voor en na, heel mooi gedaan, dat er veel applaus mag klinken vanuit de hoek van de bouwers. En dan komen we bij een van de mooiste en grootste projecten. Bijna 125.000 stenen staan opgesteld voor de Taj Mahal. Want welk ander bouwwerk kan zo perfect symbool staan voor rijk maakt bemind? De echte Taj Mahal is een grafmonument dat zo'n 300 jaar geleden werd gebouwd in opdracht van een Indiase keizer voor zijn overleden vrouw. En daar hoort Indiase muziek bij en dat kun je nu zelfs vertalen als Indiase feestmuziek. Want ook de Taj Mahal, hoewel niet overal even goed, valt toch met veel gekletter. En zo gaat in ieder geval de linkerkant. Dat is wel de feestkant, hè? Niet de rouwkant, toch?
Maar toch was het zo geweldig geweest als ook de rechterkant was gevallen. Want het is een heel groot veld en dat betekent dus dat er heel veel is blijven staan. Vandaar ook de wat bedrukte blik. Juist in dit grote project, en Robin Paul Weijers baalt daar stevig van, maar heeft niet veel tijd om zich daar zorgen over te maken. Want hij moet door naar de PAU, project nummer 27. Dat betekent dat we iets over de helft zijn waar het projecten betreft. Er is nog een uitdrukking, om de veren is de PAU geliefd. Dat betekent een beetje van als je niet die buitenkant hebt als PAU zijn, dan ben je gewoon kippetje of zoiets, meer niet. Blijft allemaal in het thema arm en rijk. En u ziet die veren vallen. Prachtig. Straks moet ook nog het lijf van de PAU en uiteindelijk ook de kop eraf. En dan is de PAU zijn veren kwijt. En hebben wij er 49.667 stenen bij voor het wereldrecord. Maar van Akte. Yes, sir. Heerlijk. Dat hadden we even nodig. Ik denk Robin Paul en de Bouwers ook. Zo te horen is dat inderdaad het geval. Nu weer moeilijk. We moeten even naar een heel ander gedeelte van de zaal. De aorta loopt daarheen. Het probleem met het volgende project hebben we vaker gehad. Water. Waarom, Robin Paul Weijers, wil je ook dit jaar weer door water met die steentjes? Doe het niet, ongelukkige. Het ging zo vaak fout in de afgelopen jaren. Waarheid en leugens. De waarheid komt altijd bovendrijven. Dat mag je hier als thema nemen. De olie trouwens ook. U ziet aquariumbakken. En die steentjes die daarin zitten, die moeten gaan vallen. En dat gaat aardig. De klaphekjes doen hun werk. Het gaat een beetje heel erg langzaam. Want de weerstand van, het water is groot. En het wordt moeizamer en moeizamer. Steeds. Kijk, bijna is weer snel. Boven water is geen probleem. Maar dit is goed. Goed ontworpen, zeg. Gisteren waren ze hier nog aan het werk. In deze bak, dit aquarium, 1 meter hoog, 60 centimeter diep. De eerste bak is gevallen. Het gelijk van Robin Paul. Hier de luchtbellen die iets moeten gaan doen. Kom maar met die luchtbellen. Oh, de luchtbellen. Ziet u ze? Ze blijven liggen. Oh, ik heb het nog gezegd. Doe het niet met water. Maar Robin Paul wilde zijn grenzen terecht verleggen. Hier gaat het fout. Daar die balletjes moeten omhoog komen door de vallende steentjes. En dat gebeurt niet. In deze bak lijkt het wel goed te gaan. Echte luchtbellen zorgen hiervoor dat de steentjes naar boven komen. En als ze gelijk liggen, dan moeten ze ineens gaan vallen. En dat lukt. Dat lukt wel. Aquarium 3 is ons gunstig gezind. Dan de luchtbel. Ziet u hem gaan? Dit is mooi, zeg. Dit is nog nooit vertoond. Kijk, die luchtbel doet het. Prachtig. Steentjes daar beneden, die bevatten lucht. En die... Oh. Ja, Robin. Het is te prijzen wat je net geprobeerd hebt. Maar het kan dus fout gaan. Gelukkig heeft hij genoeg projectlijnen voor de volgende bak, de laatste. Waar kleureffecten, zoals u ziet, een rol zullen spelen. De bak moet, de bakken, de kolommen, de communicerende vaten moeten een kleur krijgen. Maar rood en paars, dat is het enige wat ik tot nu heb gezien. Nee. Laat overletten dat het een prachtig project was. We zijn alweer bij sneeuw. Als sneeuw voor de zon, dan zal zo meteen de waarheid naar boven komen. Hier moeten steentjes blijven staan, Leo. 2400 om exact te zijn. Die moeten zo meteen de zonnestralen eigenlijk laten zien, en dat doen ze dus nu ook, die de sneeuw doen laten verdwijnen. Dit is een wat sneller dan we hadden begroot. Er blijft ook in het middenstuk wat staan. In het Frans zeggen ze, ce qui se fait de nuit paraît le jour. Dus wat er zich 's nachts afspeelt, komt pas overdag aan het licht. Dit is een kunstwerk, het ogiaal. Het is zwaar beveiligd. Het is heel zwaar beveiligd, maar het is nacht. En van... Nacht, in die nacht kan alles gebeuren. De laser doet zijn werk. Maar is het voldoende om te voorkomen dat de dieven met het kunstwerk aan de haal gaan? Eerst willen we weten, hoe ziet het eruit? Hoe ziet het er wel uit? Ja, dit is het ogiaal. Oké, backlight. En nu, het is dag geworden. Nee. Gestolen.
Project Diefstal is ook gelukt. We vervolgen de projectlijn naar kostuum. Het thema is draaien en volgen. En het spreekwoord wat hierbij hoort komt uit het Frans. We vertalen het als zijn rok keren. Met andere woorden, naar de tegenpartij overgaan. Turn and follow. Draaien en volgen. Het is het stripverhaal van Domino Man. Wie kent hem niet? Superman kennen we allemaal, maar Domino Man bestaat ook. Domino Man is een beetje een sulletje. En heeft ook hele sullige vrienden waarmee hij wel eens uit eten gaat. De sulligheid druipt eraf. Dan heeft Domino Man het helemaal gehad met zijn sullige vrienden. En moet hij even weg. Hij wordt geroepen op een missie. De missie gaat naar het toilet als het lukt. Ja. Wat zou Domino Man daar gaan doen? Moet u nu opletten als het goed gaat met het verschijningsbord. Als het goed gaat. Nee. Dit bord moet gaan draaien om te laten zien wat er gebeurt met Domino Man. Dan moeten we het hebben van het laatste plaatje. Dat is nou jammer dat dit bord niet wil draaien. Dat was de bedoeling. En dan hebben we altijd nog het resultaat van de omkleedactie van Domino Man. We horen het vallen en we zien het hier ook vallen. Domino Man, links ziet u hem in zijn gele pak. En zijn vrienden hebben zich ook verkleed. Het zijn ineens helden geworden, Leo. Jammer dat het niet ging draaien, want het was een prachtig effect geweest. Waarbij we dus zien, zouden zien, dat er van kleur werd veranderd. De andere kant kiezen, een soort schuivende panelen, maar dan anders. To change sides is een Engelse uitdrukking die we positief kunnen vertalen met een andere kant kiezen. En negatief met overlopen. Dat overlopen, dat gebeurt hier. Dat gaan tikken, dat lukt dan de bekker niet. Maar er is inderdaad nog een escape mogelijk. En die gaat wel goed. Ze gaan er van left naar middle naar right. En van right komen we vanzelf bij wrong terecht. Een project dat goed in beweging zit. Het aantal stenen dat onderwijl moet worden gevoerd is bijna 35.000. En dat gaat niet helemaal goed. Er blijft wat staan zo links en rechts. Maar het grote aantal is wel gevallen bij dit project. Waarbij dus gebruik werd gemaakt, zeg maar, van vliegende tapijten. Maar dan net even op een andere wijze. We zijn in Friesland en dus mag de chameleon niet ontbreken. Het bootje van Sietse en Hielke veranderde regelmatig van kleur. Net als het dier waarnaar het is vernoemd. Die vaarbewerkstelling is een Duitse uitdrukking. Slechts als dit project dat zeer moeilijk is om neer te zetten niet omvalt, dan zullen wij van kleur verschieten. Maar voorlopig doet de chameleon dat waar een chameleon goed in is. En dat is inderdaad van kleur. Prachtig. Hele mooie techniek, ingenieus ook neergezet. En gebruik gemaakt van de verschillende kanten die een steentje heeft. Die kun je ook verschillende kleuren meegeven. Zodat je dus inderdaad van kleur kan wisselen. En ook hier blijft heel weinig staan. Dat zien we ook hier bij deze beelden. Ze maken allemaal een diepe buiging. En als je inderdaad daar een hele tijd in hebt gewerkt, dan mag je zo'n reactie hebben. Mooi en meeslepend is het volgende project. Volgens het thema geven en nemen gaat het hier om een zeer zoete aantrekkingskracht als bijen op de honing. Het is een prachtig opgezet geheel waar bijna 60.000 steentjes voor werden neergezet. Natuurlijk met de bedoeling dat ze van een graad gaan. Blijft u erbij als u wilt zien of dat ook daadwerkelijk lukt. Geven en nemen. Daar zijn we bij. Het gezoem kent geen einde. En dan het moment. Want daar gaat hij. Thank you.
Kijk, dit is meters maken. Hier gaan er heel veel. En dan deze lijn hier naar boven. Van twee kanten, dit zorgt voor dit resultaat. Af en toe zien we dat er eentje wat verstandig blijft staan. Maar af en toe wordt er dan ook nog eens eentje, omdat ze van boven naar beneden vallen, nog een oorvijg verkocht. Vallen jij kring? En dat gebeurt. Want er blijven maar heel erg weinig steentjes staan. En dat betekent dat we hier toch ook mogen gaan spreken van een zeer gelukt project. Dat liep dus gesmeerd. Een goed gesmeerde kar loopt licht, is de letterlijke vertaling van een Spaans spreekwoord. Je zou kunnen zeggen, vele handen maken licht werk. Laten we hopen dat dit project na enkele druppeltjes olie ook gesmeerd loopt en dat alle steentjes, bijna 37.000 in getal, omvervallen. En dat de oude handkar verandert tot een soepel lopende bolide. En we zijn weg. En waar wij kaaskoppen bij uitstek inderdaad muizen met kaas proberen te lokken, zetten de Fransen volgens deze uitdrukking spek in om hetzelfde effect te bewerkstelligen. Wij doen ook wel wat met dat voedsel, wij binden namelijk de kat op het spek. Nu moet je dat beest natuurlijk niet te strak vastbinden, want anders mist hij de bewegingsvrijheid om achter muizen aan te gaan. Dus indirect gebruiken wij ook spek om muizen te vangen. Vertrouwens wel tijd dat ik me stil haal, of niet? Nee. Oh, kijk wat die lepel, die moet volgens mij omhoog komen, of niet? Door het water, door de melk in dit geval. Dan wordt er een eitje gebakken. Liksom dat gaat ook goed. Robin noemde dit een beetje een feestproject, waarbij het eigenlijk niet zo erg was als niet alles zou vallen. Daar was op gerekend. Natuurlijk is het wel erg voor de mensen die eraan hebben gewerkt. Ja, absoluut. Maar voor het record, waar we nog steeds goed op het schema zitten, niet. En er is een muizenrace uitgezet. Alleen is dan maar de vraag of die muizen ook in... Ja, kijk! Ah, ze hadden nou net even wat harder moeten racen. Want dan hadden ze... Speedy heeft wel gewonnen, zag je hem? Ja, maar bij de prijsuitreiking valt er weinig te halen voor Speedy. Maar hoewel wat haperingen, werd voldoende duidelijk wat hier de bedoeling van was. Ze laten wel een chaos achter in die keuken. Nou zeg. En wij maar straks de rotzooi opruimen als de recordpoging erop zit. Hoogmoed komt voor de val. Kijk eens even hoeveel stenen erin zitten. Dit is het project waar het om gaat. Het is een piramide, de zonnetempel van de Azteken. Hij valt in vier vlakken als alles goed gaat. De zon rechtsonder in uw beeld moet opkomen, omhoog komen. We laten het thema nog even zien. Hoog en laag. Het gaat om die zon. De zon moet omhoog komen. Maar die komt niet. Dat is niet erg, want aan de achterkant en aan de zijkant zitten back-up lijntjes. Als die maar omhoog gaan. Die stenen moeten omhoog. Ook weer zo'n moeilijke techniek van Robin om omhoog te willen met die steentjes, waar de stenen van nature omlaag willen gaan. De projectlijn loopt nog, maar als de piramide niet valt, missen we... Nee, daar gaat hij. Die hadden we dus begroot. Maar dan, de steentjes die omhoog lopen, prachtig in beeld gebracht overigens. Bovenin zitten een paar bollen en die moeten de piramide in vier vlakken naar beneden laten vallen. Elk vlak krijgt van goud een andere kleur. Maar gaat het lukken? Zijn we boven? Ja, we zijn boven. Maar nu? Maar nu? Ja, boven valt er ook, dus die kogels moeten komen. Daar gaan ze. Oei, oei, oei. Geweldig. Dit nog drie keer, alstublieft. Ja.
Die cameraman die is. Die kan het ziekenhuis. Groen. Oh, wat heerlijk dat dit valt, Leo. Het was al een beetje gevallen bij een test die werd gedaan. Maar toen was het niet de bedoeling. Het is opnieuw opgebouwd. En nu het allerbelangrijkste moment. We moeten het looppad over. We mogen niet over de grond. Robin heeft een katrolconstructie bedacht. We gaan dus de lucht in. Opzij en weer naar beneden. Terwijl u de piramide in zijn geheel heeft zien vallen. Dit is het belangrijkste moment van deze recordpoging. En dit is de Icarus al, dus het is geslaagd. We zijn al aan de overkant. We zijn al aan de overkant. Terwijl we nog naar de piramide keken. Maakt niet uit, de Icarus. Het is een moeilijk verhaal uit de Griekse mythologie. Het is met veel liefdesrelaties. En op een bepaald moment moet Icarus, de hoofdpersoon, met zijn vader vluchten van het eiland Kreta. En dat gaat hij hier doen. Hij vlucht. Ook weer een vogel. Dan moeten de veertjes gaan vallen. Prachtig. De veertjes moeten vallen en de zee in werking zetten. Dit is gelukt onderweg. Daar komen de veertjes. Yes! En die tweede ook graag. Ietsjes niet gevallen, maar dit veertje, dat deed het werk. Dat zette dat klaphekje, het hefboompje in werking, waardoor het gros van het project Icarus is gevallen. Tot grote blijdschap uiteraard van degene die zich daarmee hebben bemoeid. Maken we nog een duik, maar dan op een hele andere manier. Ook in hetzelfde thema, hoge klimmers vallen diep. Weer een moeilijke techniek, want weer gaan de stenen omhoog. Waarom wil die Robin dat nou? Maar ik moet wel zeggen, Robin heeft veel risico's genomen, maar hij heeft wel geweten wat hij deed, hè Leo? Bij sommige projecten had hij iets van, ik weet het niet. En bij sommige was hij echt heel erg overtuigd, dit gaat lukken. Weer dat merkwaardige fenomeen van die domino-steentjes die omhoog gaan. Geheel tegen alle natuurkundige wetten in. Het is de bedoeling dat er een bak met gele verf gaat vallen. En dat mag ook niet te veel spetteren, want anders wordt de aorta misschien onterecht aangestoten. Kijken of het lukt. Yes! Groen. Dat hadden ze ons niet verteld. Het was eerst rood met het geel en nu blijkt het uiteindelijk toch groen. Het volgende project is een soort eerbetoon aan de tijdelijke werknemers van dominobaas Robin Paul Weijers. Ze hebben met z'n allen iets meer dan 2 maanden gebouwd aan de 51 domino-projecten. Het zijn jonge en enthousiaste mensen zoals u hier ziet. Ze hebben strenge procedure moeten volgen en ze behoren nu tot de selecte groep domino-bouwers om de ervaring van hun leven te hebben. Een combinatie van concentratie en het leveren van een sportieve prestatie. Neemt u van mij aan dat geen van de 90 deelnemers deze zware job had willen missen? Velen zeiden, ik zou het zo weer doen als we er naar vroegen. Dit, de ode aan de bouwers. U ziet foto's van bouwers uit 1998 hier in diezelfde vek te Leeuwarden. Toen ging het niet zo goed. Nu zitten we zo goed op schema dat je al aan Robin Paul Weijers ziet dat het bijna niet meer fout kan gaan. En daar hoopte ik op. Ik had een slecht gevoel, ik geef het toe. Maar je hoopt natuurlijk dat het wel gebeurt. Het is wellicht onterecht gebleken, dat slechte gevoel. Al kan er nog van alles misgaan. Voorlopig gaat ook dit project mens en werk. 65.000 en nog eens 100 steentjes in zijn geheel neer. En zo zien we dat heel graag. Het laatste, een van de laatste projecten bevat zometeen nog 1 miljoen stenen. Dus er kan nog van alles fout gaan. Maar we zitten heerlijk. Zo, wat hebben we gehad? Piramide. We zijn er overheen gekomen. We zijn er overheen gekomen. Mysterieus. Ik zou je willen vragen, mag ik heel even uitrusten, Leo? Ja. Ja? Ja. Oké, dan ga ik nu uitrusten en de pendel gaat lopen. U kent de procedure. Tot straks. Alle stenen omgaan daar in Leeuwarden. Want voor iedere steen die er valt vanavond bij deze recordpoging, gaat er 1 euro in de prijzenpot. En die wordt straks verdeeld door de gelukkige winnaars hier in Ter Apel. Nou, we zien daar de pendule weer draaien. We zagen eerder op de avond al dat prachtige veld met die wereldbol. En de bankbiljetten natuurlijk. Het symbool voor het vele geld dat naar goede doelen gaat. Dat de Postcode Loterij eraan besteedt. 60% van de opbrengst maar liefst. Mijn complimenten voor de bouwers trouwens daar in Leeuwarden. Want het gaat werkelijk fantastisch.
Het ziet er prachtig uit. En het is heel erg spannend vanavond. Zo direct nog een mooi veld waar we de stichting Doen zien verschijnen. Het eigen goede doel van de Postcode Loterij. 30.000 stenen heeft dat veld maar liefst. Dus we hopen dat ze allemaal omgaan. Want dan komt er weer 30.000 euro bij, hè? Volg je het een beetje? Ja, tuurlijk. Ja, een beetje. Ja, en dat roepen we vanuit de tafel. Wat is de groet? Mooi! Ja, zo zeggen ze je gedachten. Dus ik zeg mooi en dan zijn we even terug. Snel terug naar Leeuwarden. En ook vanaf hier een welgemeend mooi. Mooi man. Mooi. We gaan inderdaad verder naar het volgende project. Al even aangekondigd door Martijn Krabbe. Ook wij zitten de familieverbanden nog even uit te vogelen. Ja. Waar Martijn ook niet helemaal uitkwam. Wij ook niet helemaal. Zaaien en oogsten. Want ook een metershoge zonnebloem begint met een kleine zonnepit. Stichting Doen is beneficiant van de Postcode Loterij en streeft naar een leefbare wereld. Overal in de wereld moeten mensen toegang kunnen krijgen tot financiële middelen om een eigen bestaan vorm te geven. Je kunt mensen geld geven, maar je kan ze ook geld lenen om een bestaan voor zichzelf en hun familie op te bouwen. Omdat zij de lening terugbetalen, kun je met hetzelfde bedrag een duurzaam effect bereiken. Mooi gesproken, Leo. En hier bereiken wij ook vrij veel effect, want ook hier gaan de stenen. Die in dit geval waarschijnlijk dan de beneficiant. Wat was het? Beneficiant van dit project zijn. Ja. En zo vervolgen wij onze weg. En we zijn nog steeds bezig met de uitdrukkingen uit heel Europa verzameld. Wisdom and truth. En de volgende uitdrukking komt uit het Frans en heeft, je zou bijna zeggen, natuurlijk met eten te maken. En dit keer is wel heel duidelijk de haas, het haasje. Als je hem tenminste kunt vangen. Want dat is de vertaling. Een haas in de struiken is onzeker vlees. En mocht u nu toevallig net een bitterballetje, een blokje kaas of een borrelnootje aan het verorberen zijn, dan zouden wij willen zeggen, laat het u goed smaken. Bijna 30.000 stenen. En laten we hopen dat die niet al te zwaar op de maag liggen. Sommige techniekjes doen wel wat we van ze verwachten. Sommige blijven daar even bij achter. Maar het grote aantal van de neergezette stenen zijn ook daadwerkelijk gevallen. Dan kunnen we ook hier tevreden zijn. En dan de volgende waar we aankomen. Heeft toch iets lugubers dit project. Man hängt kein Dieb bevor man ihn hat. Is de Duitse uitdrukking. Wij vertalen dat iets menselijker, maar tegelijk ook dieronvriendelijker met je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is. En met het vallen van dit project zijn wij weer iets opgeschoten. Bijna 70.000 stenen stonden er en daarvan valt een groot en belangrijk deel. Want de dief kon niet worden opgehangen, hij werd niet gevangen en dus zit hij ergens aan het strand. En hoewel enkele vissersdorpen de laatste tijd om andere redenen in het nieuws zijn, kennen wij vissersdorpen toch vooral vanwege de vis. En een uitdrukking die uit de visserij komt is, men moet geen haring roepen voordat hij in het net is. Hier zien we een visstalletje en daarin worden we gemaand om toch maar vooral vis te kopen.
Maar ja, als de netten zich niet rondom het te vangen beest sluiten, ja, dan krijgen we een heel ander verhaal. Dan moeten de marktlieden in plaats van vis helaas vaak nee verkopen. En ook hier weer een opvallende techniek. We gaan naar boven en dan krijgen we zo'n klaphekje, zo'n klapsteentje. Die dan weer zorgt dat we teruggaan. En dit is prachtig natuurlijk, want ja, je kan een heleboel in je hoofd hebben. Maar dan is het prachtig dat het dan ook in de praktijk uitkomt. En dat gebeurt ook met dit project. Bye fish, ja dat zouden we heel graag willen, maar helaas no fish today. Dat gaat er wel heel goed uitzien voor dat wereldrecord, Leo, nu. Dat hele grote veld van 1 miljoen stenen, daar gaat het allemaal gebeuren. Maar voor de tijd gaan we even weer naar de werkvloer. Hans. Dankjewel, Leo. Jack, een mooie naam voor het project Dancing on the Ceiling. Vertel in het kort waar we naar gaan kijken. We gaan naar een project kijken, daar wordt een lichtschakelaar omgezet. En dan gaat het feest los. Dan gaan de mensen die op de bank zitten op het plafond dansen. Lampjes erbij. Wordt helemaal geweldig. Voordat de stenen vallen kijken de mensen televisie. Nadat ze gevallen zijn, dan dansen ze on the ceiling. Ja. We gaan kijken naar Dancing on the Ceiling met een van de makers, Jack. Love and Cry. Ja, wat zal het worden? U zag zo even trouwens, toen we Hans met Jack zagen praten, een prachtig beeld van dat hele grote project. Nu dus die lach en de traan, ook zo'n thema dat hier heel erg van toepassing is. Het wordt huilen als de poging mislukt. En wij, en misschien ook u voor de tv, gaan helemaal uit ons dak als het lukt. En dan wordt het, net als Lionel Richie al eens zong, een van de meest geëerde gasten bij Domino tot nu toe. Dan wordt het inderdaad, daar kan de discobol aan. Dancing on the ceiling. Oh yeah. En ondertussen zijn we ook achterloos 64.000 steentjes kwijt. What a feeling. Zelfs de goudvis van Willem Duis heeft zich hiermee bemoeid. De bloemetjes buiten zetten, daar wordt het langzaam wel tijd voor natuurlijk. We zien de bloemenveiling en nou, u ziet het karretje. Dat gaat straks optisch ook nog rijden als alles goed gaat. De projectlijn is onderweg. As. Het Tilburg-Dom. Gezellig, Lee. Het gaat goed. En kijk eens. Prachtig. De lifttechniek en dan de grote klappen naar beneden. Die hun werk perfect doen. Ik zat er helemaal naast in de voorbeschouwing natuurlijk. Wat zat jij er inderdaad naast? Wat zat ik er briljant naast, zeg. Ik had er zo'n hard hoofd in, maar kijk eens hoe goed dit gaat. Als nou ook nog het karretje gaat rijden, doordat het gordijn gaat bewegen, dan zijn we helemaal boven Jan. Hier nog even die grote klappen naar beneden, die grote vlakstarters aansturen. En daar de blije feestende mensen die de bloemetjes buiten zetten. En net als Robin staan, yes, en de bouwers staan, yes. Het is gelukt, hier door het vergrootglas nog een keer het doorstartmechanisme op de grond. En dan is er reden om te juichen en voor confetti. Snel door naar het project Stad. Als Engelsen eens goed gaan stappen, dan schijnen ze wel eens tegen elkaar te zeggen: let's paint the town red. Nou, dat zou best kunnen. Wij hebben het letterlijk genomen en gaan hier de stad rood verven. Twee schilders gaan onderweg om die klus te klaren. Het zijn gezellige schilders en ze hebben bij zich rode verf. Ze zijn op weg naar Emmers. Emmers gevuld met rode verf die naar boven zullen gaan en over de stad zullen neerdalen. Als het goed gaat natuurlijk. Op weg naar de hijsende emmers. Daar gaan de emmers omhoog. Deze is goed gegaan, nu de middelste. Dat zijn eigenlijk emmers om des keizers baard. Die rechter die omhoog ging, daar gaat het om. Ja, je
hoort Robin Paul Weijers het ook zeggen, die moest gaan. Die rechter die daar gaat waar het inzoomen op is, die moet iets gaan doen. En dat lukt. De stap wordt rood. Geweldig. Alles lukt. Ook Let's Paint the Town Red is gelukt. Maar die steentjes hadden hier wat moeten aanstoten. En dat hebben ze ook gedaan in Reconstruction. Lekker stel, die schilders. De kliederpartij was gelukkig gepland. Maar je moet er toch niet aan denken dat dat geknoei van de net je thuis overkomt. Met zulke klungels in de buurt kun je maar beter de zaak in eigen hand houden. Dus weg met die schilders, weg met die rode stad. En alle gezelligheid die ze met zich mee hebben gebracht. Reconstruction is ook gelukt. Prima. En dit voorlaatste veld is opgebouwd uit ruim 1 miljoen stenen. En is dus bepalend voor het wel of niet halen van het wereldrecord. Als het veld, vraagt Linda ongetwijfeld nu ook aan Robin. Als het valt, volgens mij hebben we het dan. Leo, zit ik ernaast? Ja, ik zat ernaast, maar nu niet meer. Hè? Nee, we hebben een marge van 500.000. Oké. En daar gaan we inderdaad naartoe. Naar dat voorlaatste veld. De expressions en de millions, en dat moeten dan 4 millions gaan worden. Het grootste dominoveld ooit gebouwd. Ooit gemaakt. In dit megaveld zien we 4 van de vele goede doelen de revue passeren die financieel gesteund worden door de Postcode Loterij. De doelstellingen van deze organisatie staat onder meer bijdragen aan een schonere en rechtvaardige wereld. En dat gebeurt al sinds 1989. Een van de andere goede doelen is de vereniging Natuurmonumenten. De ijsvogel is bijna uitgestorven in Nederland, maar dankzij Natuurmonumenten gelukkig weer te vinden in ons land. Natuurmonumenten werkt aan een leefbaar Nederland met voldoende ruimte voor de natuur, nu en in de toekomst. Dat gebeurt door de aankoop van natuurgebieden. Ook de wilde Margriet komt weer terug dankzij Natuurmonumenten. En we zijn op weg naar het wereldrecord. Het Wereld Natuur Fonds richt haar aandacht onder meer op de ijsbeer. Door de steeds kleiner wordende leefruimte wordt het vinden van voedsel een probleem. Het Wereld Natuur Fonds zet zich in meer dan 73 landen in voor het behoud en herstel van de natuur op aarde. Zoals bijvoorbeeld het leefgebied van de jaguar. Mede door de steun van de Postcode Loterij kan het dit dier een toekomst hebben. Dagelijks zijn mensen over de hele wereld op de vlucht voor oorlog en onderdrukking. Vluchtelingenwerk Nederland komt op voor deze vluchtelingen en helpt ze met steun van zo'n 9000 vrijwilligers bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Van jong tot oud kunnen mensen rekenen op de hulp van Vluchtelingenwerk. Gelukkig kan Vluchtelingenwerk ook rekenen op de Postcode Loterij. En dat wereldrecord komt in zicht. Oh, ik heb het zweet in mijn handen staan. Dan nu UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Dat zich sterk maakt voor de rechten van het kind in meer dan 160 landen. Ongeacht een geloof, ras, nationaliteit of politieke gezindheid wil UNICEF de levensomstandigheden van kinderen wereldwijd verbeteren. En dit najaar helpt UNICEF kinderen in de sloppenwijken van Bangladesh. Zij moeten werken om te overleven. UNICEF helpt deze kinderen onder andere door scholing na het werk, zodat ze uitzicht krijgen op een betere toekomst. Tot zover dus de Nationale Postcode Loterij. We zien nog één keer UNICEF, de Vereniging Natuurmonumenten, Vluchtelingenwerk en het Wereld Natuurfonds. Allemaal sponsors, net als de Nationale Postcode Loterij van deze wereldrecordpoging. Leo, dit veld gaat het doen. Volgens mij zijn wij hier op weg naar een nieuw wereldrecord. Wat denk jij? Nou, ik wil je vertellen, dat had ik van tevoren ook al gedacht. Ja, ik niet. Nee, jij duidelijk niet, inderdaad. Jij was nogal negatief over het welslagen van deze Domino Day 2002. Maar ik denk dat we langzaam maar zeker toch een feest kunnen gaan vieren. De portretten zijn van blije mensen die hebben geprofiteerd van de goede doelen van de Nationale Postcode Loterij. Maar ze zijn ook blij omdat het gelukt is. Robin Paul Weijers heeft hoog spel gespeeld. Maar volgens mij, en ik met alle voorbehouden, volgens mij heeft hij gewonnen. En afwachten is natuurlijk nog straks het tellen en het project hierna nog, een klein projectje. Maar kijk eens, het grootste vak ooit is gevallen, jongens. Jullie hebben een hoop geld verdiend, hoor. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Kijk, de apel is blij, zijn ze.
met de Ravel kan uitrekenen en weet dat er voor elke gevallen steen een euro in de pot gaat. Er zullen geen 4 miljoen stenen zijn gevallen. Dat zou te veel zijn. Nee. Maar 3,5 miljoen stenen, wat we nodig hebben, dat ligt er. Dat ligt gewoon op zijn gat. Nog één keer dan de Nationale Postcode Loterij en de grote finale. Het vuurwerk, als dat lukt, is deze keer terechter dan ooit. Maar lukt het vuurwerk deze keer? Vandaar ook het aanzwellende tromgeroffel. Want we willen de finale die deze domino verdient. Want er is zoveel moois goed gegaan. Een paar kleine projecten niet. De Taj Mahal haperde wat. Dat leverde toch een vervelend momentje op. De laatste steen! De laatste steen! De 4 miljoenste steen! Gevallen. En is dit een hele logische reactie? Ze hebben het zo snel geteld. Waarom? Es ist ganz viel gefallen und das war nicht schwierig zu zählen. Wir mussten nur die Steine zählen, die noch standen. Und das waren natürlich nicht viele, das waren nur ein paar. Also, ich kann euch nicht länger auf die Foto. Willen jullie het weten? Oké, okay, ihr seid bereit. Dann Herr Ackermann, bitte setzen Sie sich in Bewegung. Schubsen Sie den nächsten Stein um. Und dann wissen wir es. Ein aantal steentjes omverduwen. En dan bitte weten we jetzt, of het gelukt is en hoe het gelukt is. 3 miljoen, 295. Ga daar maar aan staan. Japaner, een nieuw wereldrecord. En was de vorige ook weer eentje met de hakken over de sloot. Dit is wel een hele overtuigende. Want we zitten er meer dan 300.000 stenen boven. Ter Apel opgelet. 3 miljoen 800 en nog wat euro's gaan die kant op. Daar hebben deze mensen even geen weet van.